Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 9 oktober 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Voorzichtig beginnen we dan toch weer met de uitzendingen. In het aan Nederland grenzende deel van Duitsland vindt dit weekend op zaterdag de Kobi Ruhrgebied Memoriam DF1 QM QSO Party plaats. De contest vindt jaarlijks plaats op de tweede zaterdag van oktober en is staat in het teken van de vriendschap tussen amateurs uit het Ruhrgebied en uit de Russische Republiek Komi, die overigens in het noorden van Rusland ligt. Ook Nederlandse amateurs zijn welkom om mee te doen aan de contest, die overigens plaatsvindt op de 40, 20, 15 en 10 meter band. Los moeten zijn ingestuurd voor 25 oktober. Meer info over de contest in het Duits is te vinden op pa0ete.nl. De woudlopersgroep in Zeist, dat is een scoutinggroep, zoekt voor volgende week nog een zendamateur voor de Jota. Er wordt sowieso een grote houten toren gepionierd, maar zonder zendamateur kan er die dag dus niet op de amateurbanden worden uitgekomen. Het gaat met name om 17 oktober. Het e-mailadres is fenneke_v@hotmail.com, dus Foxtrot Echo, November, November Echo, Kilo Echo, _v@hotmail.com. Paul van PI4RAZ ontdekte nog iets opmerkelijks in de bekendmaking in de Staatscourant van de betalingen voor de verschillende soorten van ethergebruik. Bij de opsommingen voor de verschillende tarieven kwam hij daar een regeltje tegen voor HF-radiotelefonen, tussen haakjes 27 MHz. Het gaat daarbij om een bedrag van €54. Radiotelefoon is een oude juridische benaming die stamt uit de tijd 5 jaar voordat 27 MC in Nederland legaal was. Het bezit van een zender was in die tijd verboden, maar een slimme advocaat, tegenwoordig met amateurcall, wist met succes in de rechtszaal te bepleiten dat er een verschil was tussen een zender en een radiotelefoon. Die laatste, iedereen noemt zo'n apparaat tegenwoordig trouwens een zendontvanger, was op dat moment niet verboden en daardoor was alleen het gebruik strafbaar en niet het bezit ervan. Niet bekend is of en hoe AT deze bedragen voor het gebruik van de 27 MC-band dus gaat innen. De uitzendingen voor de Verenigde Staten en Canada van de Mighty KBC, waar ondergetekende ook af en toe een bijdrage levert, verhuist binnenkort van frequentie. 11 oktober is de laatste keer dat de uitzendingen plaatsvinden op 7375 kHz. Vanaf 18 oktober zit het station van 0000 UTC tot 0300 UTC op de 20 kHz hogere frequentie van 7395 kHz. Vanavond is er dus vanwege de bijna voorbije griep nog geen uitzending op PI3UTR, geen lange uitzending vanavond dus. The word amateur. The word can mean a lack of skill, but it can also mean someone that does it simply for love of the activity, like in amateur sports. Ham radio people are amateurs in the best way. For over 70 years, they have provided emergency communications for free, bringing thousands of dollars of their own equipment, hundreds of people, and serving their communities all for free. The amateur radio emergency services are amateurs in the best sense of the word. With over 220 people dead and a path of destruction hundreds of miles long, survivors of the Alabama tornadoes found themselves in whole cities without power, telephones, internet, cell phones, or other ways to communicate. And who is there to help in this devastation? The amateur radio operators. Ham radio people are providing communications between shelters, relief centers, emergency operations centers, search and rescue groups, and a host of relief organizations as they respond to the crisis. In the days to come, more hams will arrive from around the country to be assigned where they're needed most. These unpaid volunteers are using their radio skills to get critical voice and digital messages through. When other systems go down or are overwhelmed, ham radio people using modern equipment still are reliable like they always have been. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars to creating new computer applications to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend, hams enjoy serving the community in many ways. In the beginning, there was silence. Then came ham radio. And there came the great exchange of ideas that led to many new inventions like the cell phone and communications that leads to lifelong friendships from down the street to around the world with millions of other amateur radio operators. And today's ham radio is the best source of backup communications during disasters or emergencies. Ham radio is alive and well. Find out more and get in on all the action.